We zijn op de bosweide van Park Bergenbos. En we zijn op de locatie waar het Blink Openlucht Filmfestival gaat plaatsvinden. We hebben 9 avonden films hier op deze bosweide. We beginnen morgen met een jubileumavond voor Acris. Dan zijn er geen tickets meer te koop. Dan draait de film De 100-jarige man die verdween. En we gaan vrijdag echt van start met, ik ga even spieken, The Wolf of Wall Street. Zaterdag Maleficent. Maandag The Ladies' Night met een Toscaanse bruiloft. Met een 2 jacuzzi's op het veld waar die de dames kunnen huren om van in de bubbels film te gaan kijken. Dinsdag hebben we Captain Phillips. Woensdag hebben we Soof. Maar die is ook uitverkocht. Die staat in het teken van de Apeldoorn Trofee, de vrijwilligersavond. Dan hebben we donderdag Hunger Games. Vrijdag de 29e Hobbit. En zaterdag de première van de film Chef. Een smaakvolle, humorvolle film. Welke film ik zou aanbevelen? Ik denk dat ik zelf zou kiezen onder andere voor de première, de film Chef. Ja, ik heb iets met koken, met eten. En daarom ben ik heel nieuwsgierig naar die film. Ja, wat dit Blink Openlucht Filmfestival bijzonder maakt, is natuurlijk film kijken in de open lucht, onder de sterrenhemel. Dat geeft een extra dimensie aan film kijken, ook al heb je de film gezien. En uiteraard het enorme, enorme grote doek, 10 bij 20 meter. Ja, die vind je op weinig plekken meer. Apeldoorn is uniek in dit filmfestival. Wat zijn weerga eigenlijk in Nederland niet kent voor zo'n mooie locatie.